via de televisie, dan zie je dat de eerste gast voor vandaag naast me zit. Hallo Johan. Goedemiddag. Ja, het is middag. Het is inmiddels middag. Het is half één op deze eerste paasdag. Ja. Johan Rensen zit hier naast me uit Zoetermeer. Wij hadden al veel eerder een afspraak gemaakt, maar dat ging helaas niet door toen. We hadden een klein beetje last van sneeuw, ijzel, keiharde wind. Ja, daarvoor ook nog een keer volgens mij. En ja. Dat liep niet helemaal goed toen. Dus ik weet niet meer precies waarom. Maar, Maakt niet uit. Maar je bent er, dat is hartstikke mooi. Ons eigen paashaasje. Johan, je hebt, ik zou zeggen, een nieuwe plaat gemaakt. Maar die is inmiddels weer bijna oud. Ja, als je het zo bekijkt wel, ja. Ja, nee, dat klopt. De laatste zijn dan wel covers geweest, zeg maar, die ik heb uitgebracht. En de laatste single van mij, die is al januari 2020. Dus alweer een tijd geleden, ja. Ja, het nummer van Hero heb je nu uitgebracht. Ja. Waarom kies je daarvoor, voor dat nummer? Ja, dat is eigenlijk heel toevallig geweest. Ik ben zelf, normaal wat ik op het podium doe, was altijd Nederlandse feestmuziek. En dat is nu een beetje aan het veranderen naar meer verhalen, zeg maar. Dus ik ben nu bezig met nummers zoals Avond van Boudewijn de Groot. En toevallig ook Hero. En dat is eigenlijk ontstaan bij een andere radiostation waar ik zelf, zeg maar, draai. En daar deed ik dat nummer toevallig. Toen zeiden ze van, zal ik dit even doen? En dat beviel zo goed dat ze zeiden van, waarom ga je dat niet in een studio opnemen? Toen ben ik dat gaan vragen aan een aantal mensen. En die zeiden van, ga eens kijken en doe dat. Toen ben ik naar Peter Lee geweest en toen heb ik hem opgenomen. En dat werd heel leuk ontvangen tot nu toe. Ja. Nou, hij is alweer een tijdje uit. Maar we zeggen toch maar, het is de nieuwe single van Johan Rensen, Toen ik je zag. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield niet zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet, dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou even zie. Ik kon om niemand te lachen en was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht de zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij hier wat van mij? Zou je dan lachen of blijft het erbij? Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder en bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander. En sinds die ene nacht, ik geef me over. Jij hebt me verzetten, heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander. En het is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja, heel misschien niet eens gezien.
werd eerder uitgebracht door Hero, Anthony Kamerling. En nu doet Johan Rensen dat. En we draaiden Johan Rensen met dat nummer. Johan Rensen, toen ik je zag. Ja, Johan, ben je nog een beetje bezig in deze vervelende, moeizame tijd? Ja, tenminste dat proberen. We hebben vorig jaar is Midvliet ook een keer langs geweest bij de ouderen toen in Voorburg. Daar stond ik toen op te treden. Hebben ze een hele leuke reportage. Staat ook nog steeds op de YouTube van Midvliet. En daar gaan we dit jaar weer mee beginnen. Dus eigenlijk vanaf april naar rond deze tijd gaan we weer voor verstandelijk beperkte, lichamelijk beperkte en ouderen gaan we weer hele mooie optredens geven op afstand. Ja. Ja. Want dat doe je doet regelmatig dat soort dingen voor anderen waar je eigenlijk zelf niet zo heel veel aan hebt, maar andere mensen het heel erg leuk vinden. Ja, vorig jaar hebben we heel veel voor goede doelen ook gedaan. Dus onder andere ook voor Jamie. Nou, die kennen we zeg maar hier ook. Via is dat hier ook terecht gekomen, zag ik. Ja, we hebben Jamie uitgebreid gevolgd. Ja, nou ja, daar ben ik ook ontzettend hard mee bezig geweest met de radio waar ik zat. Zeg maar. Dus ik ben voor verschillende organisaties, voor Jamie AOS, een jongetje van 11 uit Zoetermeer die voor AOS bezig was, omdat zijn juffrouw ziek was. Dus ik ben eigenlijk was voor mij een beetje een helpje aan vorig jaar. Ik wilde eigenlijk heel veel mensen helpen. En ook met dit soort optredens, zeg maar. Dus we willen dat weer gaan oppakken. In de winter heb je toch zoiets van, ja, het is koud. Je mocht vaak niet binnenstaan, ook bij organisaties, omdat dat met de maatregelen natuurlijk te maken heeft. Dus ja, dan ga je ook niet, denk ik, zeggen van nou, met de ouderen doe maar je ramen open. Dus daarom hebben we dat even toen stilgelegd. Maar rond deze tijd, ja, het regent. Soms schijnt de zon, het regent. Maar het is een redelijk mooie tijd om nu gewoon te zeggen van hé, we gaan weer wat voor de ouderen doen. En voor de beperkte, verstandelijk, zowel verstandelijk als lichamelijk. Om ja, even het jaar wat gewoon zwaar is geweest voor iedereen eigenlijk. Ja, omdat, hoe moet je dat zeggen? Om daar even een hart onder de riem te steken van die mensen moeten we zeker niet vergeten. Nee, en je doet dat heel vaak en nou, dat wordt zeer gewaardeerd. Stond zelfs laatst een stukje in de krant over. Ja, het AD die belde me toevallig. Via het Streekblad belde het AD mij op. En die zei van, hé, daar willen wij meer over weten. En dit jaar komt er dan een extra project bij om de verhalen van mensen. Dit jaar wil ik ook verhalen van mensen filmen. Dus ik wil weten van wat gebeurt er nou in Nederland. Ook met mensen die de bedrijf kwijt zijn. Wat is hun verhaal? Mensen die, maar ook 15, 16-jarigen die misschien depressiever zijn geworden, die sociaal met elkaar om kunnen gaan door de tijd. Dat wil ik nu ook gaan verfilmen, dat ik individueel met dit soort mensen ga praten. Ja, ja. Nou word je daar als artiest zijnde niet rijk van natuurlijk. Nee. Het levert me eigenlijk weinig tot niks op. Totaal niet eigenlijk. Zowel de optredens voor de ouderen niet. Het kost eigenlijk alleen maar geld. Want je benzine daar naartoe. De geluidsapparatuur waarin we geïnvesteerd hebben. Nou, dat kost ook geld en alles. En stel dat slijtage of wat dan ook. Het kost alleen maar geld. Maar ja, ik heb gelukkig nog mijn baan. Dus daarnaast, dus dat scheelt. Ik werk in de kinderopvang daarnaast. Dus dat scheelt dat ik daar gewoon wel mijn inkomsten heb. Ja, en ik ben gewoon ontzettend trots en blij dat ik mensen mag helpen straks. Die het gewoon heel zwaar hebben. Ja, ja zo zie je het. Hè? Het is voor jou ook een hobby. Een hobby die je dan positief inzet om andere mensen een hart onder de riem te steken. En verder, het is niet je werk. Nee. Nou ja, het zingen werd wel steeds meer. Toen ik hier de laatste keer zat, toen was het eigenlijk nog een beetje van, ja, het is een hobby en ik ga gewoon overal staan en laat ik gewoon zingen en promoten en alles. En dat is nu wel een beetje aan het veranderen, zeg maar. De laatste tijd dat ik het kon doen, leverde het ook zeg maar echt wat op. Dus dat is natuurlijk waar je uiteindelijk als artiest ook naartoe leeft. Van ja, in het begin moet je toch overal gaan kijken, want je hebt, ja, hoeveel zangers heb je tegenwoordig in Nederland? Miljoenen misschien? Ja. 1 of 2 miljoen zangers heb je die op welk niveau dan ook. En ja, ga er maar tussen staan. Ga jezelf maar daar tussen onderscheiden. Ja, klopt. Nee, ik ben de uitzondering. Ik zing niet. Dan is dat weer wat anders. Ja, nee, ja, dat kan ook. Nee, maar je hebt er zoveel tegenwoordig. En iedereen wil natuurlijk plaat uitbrengen op welk niveau dan ook. En de ene zingt beter dan de ander. Ja, ga dan maar, wat ik al zeg, daartussen onderscheiden. En ik heb zoiets van, ja, als ik me dan met ook presenteren een beetje daarbij kan onderscheiden. En ook nog mensen daarbij kan helpen. Ja, dan denk ik, dat is geen geld te omschrijven, denk ik. Nee. Over plaat uitbrengen gesproken. Jouw eerste plaat, Ik Ben Het Waard. Die heb je daadwerkelijk ook fysiek uitgebracht, hè? Ja, ik heb inmiddels, toen ik hier zat had ik er 1 en inmiddels heb ik er 3, denk ik. Zonder even de covers heb ik 3 eigen nummers, zeg maar. Ja. En dit was er dan 1 van en die is heel, heel hard gegaan in het begin. Nu iets minder, maar dat komt natuurlijk omdat je bent alweer 2 jaar verder bijna. Dus ja. Nou, laten we toch nog een keertje naar luisteren. Ik Ben Het Waard, hier is Johan Rensen. Als ik denk aan toen, de eenzaamheid. Het spul en de poen,
die onwerkelijkheid. Nachten was ik doorgedraaid. In mijn kop geen rust, je nergens van bewust. Leven, ik kies voor leven. Ik heb gevochten, niets bleef mij bespaard. Leven, ik kies voor leven. Kies voor mezelf nu, want ik ben het waard. Ik heb mensen pijn gedaan, daarvan heb ik spijt, maar ik ben gaan staan. Niemand kende de eenzaamheid. Het verdriet en de pijn kon mezelf niet meer zijn. Ik kies voor leven. Ik heb gevochten, niets werd mij bespaard. Leven, ik kies voor leven. Kies voor mezelf nu, want ik ben het waard. Wat een ander ook zegt, wat een ander ook doet, ik ben mezelf en ik doe het goed. Leven, ik kies voor leven. Ik heb gevochten, niets werd mij bespaard. Leven, ik kies voor leven. Kies voor mezelf nu, want ik ben het waard. Johan Rensen draaide weer voor je en ik ben het waard. Dat was toch je eerste plaat? Ja, dat was de eerste. Ja. Ik denk voordat ik verkeerde dingen vertel. Nee, dat was helemaal goed. Ja. Je bent toen wel doorgegaan met het maken van platen. Maar op een gegeven moment, je zei het zelf al, kwam corona het land binnen. En was optreden niet meer mogelijk. Afgezien van alle goede doelen die jij dan toch wel weer doet. Laten we hopen dat we snel weer een beetje op een podium kunnen staan. Als dat weer kan, waar kunnen we je dan treffen? Ja, ik ben met heel veel ideeën ben ik nu bezig. Eigenlijk, wat ik zeg, de laatste keer dat ik hier zat, had ik die ideeën eigenlijk nog niet. Maar uiteindelijk ga je toch nadenken en wil je, ik wil niet zeggen een voorsprong hebben op anderen, maar je wil toch gaan kijken van, hoe kan ik me straks na de coronatijd onderscheiden? En je weet straks, de horeca is op dit moment natuurlijk al maanden dicht. En daar ga je het straks niet kunnen vinden. Dus hoe kan je dan straks wel een podium vinden? Dus er liggen plannen. En die plannen, dat ben ik met een aantal mensen zijn aan het kijken van, hoe kunnen we na de corona, of misschien als er dan 30 of 50 mensen weer ergens mogen komen, hoe kunnen we zorgen dat wij gewoon hele mooie optredens kunnen gaan neerzetten. En dat kan. Wat ik op dit moment aan bedenken is misschien een klein zaaltje. Misschien dat we daar een beetje mensen kunnen krijgen. Omdat dat misschien nog wel een mogelijkheid is tot mooie optreden straks. Ja, de horeca zal misschien ook wel willen, maar waarschijnlijk niet kunnen. Want die hebben geen cent meer te maken. Nu. Nee, die hebben helemaal niks. En ze zitten ook niet te wachten op artiesten zoals ik. Die zeggen van, ik heb toch zoveel geld, sponsorgeld nodig. En dan wil ik een avond bij jullie neerzetten. Dus dat is op dit moment gewoon heel lastig. Ja, ja uiteraard. Want als je weer gewoon gaat optreden, wil je ook wel in ieder geval op zijn minst de kosten eruit halen.
Ja, 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 ja. Kijk, in het begin zou je wel met elkaar eruit kunnen komen. Dus in het begin zou je best wel kunnen zeggen van... jullie hebben het zwaar gehad. Wij hebben het ook op een bepaalde manier zwaar gehad. Dus laten we tot elkaar komen. En misschien kunnen we op de een of andere manier zeggen van... nu doen we het zo. En de volgende keer doen we het zo. Maar ze zitten op dit moment zeker niet te wachten op op artiesten zoals ik. Of misschien wel miljoenen die zeggen van... ik wil dit en dit ervoor hebben. En kunnen jullie dat? Kun je ook niet eisen natuurlijk. Nee, de horeca moet ook eerst hier zelf een klein beetje vet op de botten krijgen, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja, dus laten we hopen dat er snel weer iets mogelijk is. Tot die tijd blijf jij gewoon wel bezig met je goede doelen in muziekmakerij? Nou ja, de goede doelen. Ik ben nu dan bezig voor een jongen uit Voorschoten. Dat is een jongen die heet Melvin. En Melvin is een jongen die is 15, maar die wil heel graag zingen. Die heeft CP, dat is cerebrale parese. Mm-hmm. En die jongen die wil heel graag zingen. En hij heeft onder andere gezongen met Stanley Hazes. Nou ja, dat is de neef van de andere Hazes, zeg maar. De oude andere Hazes. Met mij heeft hij een keer gezongen. En nog een aantal wat minder bekende artiesten. Dus heeft hij mee mogen zingen en een keer op een podium mogen staan. Ja, dat heeft mij geïnspireerd gewoon. Van hij geniet er zo van. Hij durft er gewoon om op zo'n podium te staan op zijn 15 jaar al. En met zijn beperking, wie ben ik dan om te zeggen van ik ga hem daar niet bij helpen. Hij heeft een staaloprolstoel nodig om uiteindelijk, dat is dan beter. Omdat dan qua longinhoud is het beter, maar ook voor zijn zelfstandigheid. Ja, dat wil ik stimuleren. En alleen de gemeente Voorschoten, die wil dat niet stimuleren. Ja. De WMO noemen ze dat. En die zeggen van hij kan zitten en de mogelijkheden die hij heeft, ja, die zijn er. Nou, maar er wordt niet gekeken naar de situatie. Wat kan het voor hem verbeteren? En dat vind ik schijnend. En daarom ben ik me hiervoor aan het inzetten op dit moment. Ja, ja. Jij probeert die jongen, behalve dat hij gewoon een bazaal leven heeft. Want daar wordt natuurlijk wel voor gezorgd. Maar dat hij daarbovenop toch nog wel iets extra's heeft. Bijvoorbeeld dat hij ook kan zingen gewoon. Ja, nou ja, bijvoorbeeld zijn droom is om te zingen, om op het podium te staan. En hoe mooi is het als je een beperking hebt en anderen zien dat, die misschien ook een beperking hebben, maar dat niet durven. Hoe mooi zou het zijn als een jongen daar staat en dat ze denken van, dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil ook, of het nou op een podium staan is, of misschien met iets anders wat ze normaal niet durven. Wat een mooi voorbeeld kan je dan hebben als dan dit lukt. Ja. Ja, dan denk ik, dan zet je ook gewoon voor iets goeds in, denk ik. Zeker weten. Ja. Hey, dan gaan we even naar jouw muziek. Niemand kon mijn ogen lezen. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, nou ja, de laatste keer dat ik hier zat, toen was hij nog niet uit. Toen hadden we eigenlijk erover van, wat gaat dat worden? En toen was ik volgens mij net ook bezig in de studio. Was hij nog niet eens opgenomen. Had ik wel de tekst al, maar was het nog niet opgenomen. En ja, Niemand kon mijn ogen lezen is inmiddels bijna 15.000 keer bekeken op YouTube. Dus ik denk dat dat niet zo verkeerd is in een jaar tijd, denk ik. En het is een plaat met mijn verhaal. Het is echt een verhaal wat klopt. Ook de clip die ik daarbij heb gemaakt, dat is helemaal eigenlijk zowat mijn Regina. Er zit iemand hiernaast, die zit ook in de clip. Die heeft het helemaal meegespeeld en meegedaan. En dat is Erwin. Dus Erwin die wilde, dat is een goede vriend van mij alweer sinds 2 jaar. En die wilde daar heel graag een steentje aan bijdragen. Ja, en wat is dan mooi als je dat dan zo met elkaar kan doen. Maar ja, wat ik zeg, het is gewoon een heel verhaal met wat ik heb meegemaakt in 2010, 2013. En dat was deels met Ik ben het waard al. Alleen nu wilde ik echt to the point gaan en dat is gelukt. Ja. We gaan dan naar luisteren. Niemand kon mijn ogen lezen. Hier is Johan Rensen. Veel jaren die ik heb verloren. Het boeide niet wat wie ook zei. De drank die gaf mij het vertrouwen, maar jaagde ieder weg van mij. De nachten eenzaam, ik maar denk. Ik kan de hele wereld aan. Liep op het randje van mijn leven. En bleef er lachend door mij gaan. Te veel geld.
met een traan vertrouwen. Maar ook zelfs dat maakte ik stuk. Niemand die mij nog kon vertrouwen. En was te blind voor het geluk. Veel mensen hebben mij geholpen. En dat vertellen maakt me blij. Nu kan ik helpen uit ervaring. Neem daar een voorbeeld aan in mij. Niemand kon mijn ogen lezen. Je hoorde Johan Rensen. Cacophonie. En in Cacophonie praat ik nog steeds met diezelfde Johan Rensen uit Zoetermeer. Ja, Johan, als je weer gaat optreden in Zoetermeer, zijn niet zo heel gek veel podia waar je dan terecht kan als je de horeca even buiten beschouwing laat. Nee, het is wat ik zeg heel weinig op dit moment. En sowieso is het heel weinig als je even de horeca buiten beschouwing houdt. Zeker voor als artiest zoals ik, zeg maar. Maar waar we het over hebben gehad, al misschien wel miljoenen van zijn. Ja, dat is gewoon heel lastig. Heb je een wat grotere naam, dan is dat wel makkelijk natuurlijk. Kan je een stadstheater in Zoetermeer of hier in Den Haag Diligentia. Of, dan kan je wat groter en dan heb je ook wel meer connecties. Ik zag afgelopen, wanneer was dat? Jacques Brol was dat. Nou, die kan gewoon een Diligentia afhuren en die zet zijn show daar neer. Dus die had natuurlijk met de oudjaarsconferentie een show in Diligentia. Daar zit dan niemand. Maar ja, dan is het allemaal makkelijker. Ja. Ja. Dus, en dan kan hij daar een filmploeg bij zetten en dan heb je gewoon je eigen show. Ja, dat is voor mij even wat lastiger. Dus ja, dus dat is allemaal zoeken nu. Ja. Nou ja, laten we hopen dat er binnenkort weer mogelijkheden zijn. Ja. Hoe is het met jouw muzikale ideeën voor de toekomst? Wat heb je nog in je eigen pijplijn zitten? Ja, het is bijna. Ik kan bijna geen voorspellingen doen. Het lastige is, qua muziek wordt het voor mij in ieder geval steeds beter. Qua muziek ook, qua zingen wordt het allemaal ook steeds beter. Wil ik zeggen, toen ik hier in 2019 had ik meer het idee van ik moet me nog promoten en ik moet nog dit doen en ik moet nog dat. Nou, dat heb ik nu minder. Ik heb nu wel, zeg maar, wat grotere ideeën dan toen. Dus meer ideeën van wat ik al zei van nou ja, misschien een theater, straks een kleine theaterzaal en hopen dat wordt opgepakt door misschien grotere zaal. Ik denk van we hebben daar 30 man gehad die vonden het hartstikke leuk. Die geven een goede recensie. Dus wie weet kunnen we dat ook in een iets grotere zaal doen. Mm-hmm. Waar misschien dan weer meer mensen komen. Dus ja, dat is eigenlijk het plan wat er ligt. Ja, en nieuwe singles natuurlijk weer gaan uitbrengen. Als het financieel. Want dat is even mijn probleem op dit moment. Dat ik, want normaal met de extra dingen die ik er dan bij kreeg. Ja, dat is nu niet. Dus een nieuwe single is op dit moment gewoon even ver van wat ik kan. Ja, want dat kost geld. En dat is op zich niet erg. Maar dan moet er ook wel een klein beetje geld binnenkomen. Ja. En dat is momenteel niet mogelijk. Nee, ja, buiten het werk wat ik heb. En dat levert gelukkig genoeg op om te leven. Ik weet dat er heel veel mensen nu gewoon zwaar in de schulden zitten door het afgelopen jaar. Dat heb ik gelukkig dan niet. Maar ja, het geeft me ook niet de mogelijkheid om te zeggen, hey, ik ga naar die studio of naar die studio. Want ja, als je muziek maakt, je moet studio. Het moet afgemixt worden. Je wil cd's laten maken. Je wil het laten pluggen natuurlijk. Naar andere, gewoon door heel Nederland en België misschien wel. Daar gaan pluggers natuurlijk vaak naartoe. Ja, dat kost gewoon allemaal geld. En als je dan zelf niet in muziek zit, dan ken je die bedragen natuurlijk ook niet. Maar als je in de muziek zit, dan weet je dat het gewoon ontzettend veel geld kost. Ja, ja, en inderdaad, een van de manieren om nummers te pluggen, zoals je het noemt, is ook optreden. Ja. En ja, dat moet dan ook wel weer kunnen. En dat kan momenteel ook niet natuurlijk. Dus ja, je wil je muziek natuurlijk naar de mensen brengen. Ja, dat is het hele ding. En dat is nu via livestreams. Is die mogelijkheid er nog wel? Net als met de radio hebben natuurlijk een livestream. En dan is het wel, want dan bereik je tenminste nog de mensen. Maar anders ook niet.
Nee, is helemaal waar. Als mensen toch meer over jou willen weten, ondanks het feit dat ze je niet kunnen uitnodigen voor een optreden, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Nou ja, ze kunnen me uitnodigen nog steeds voor optredens. Dat maakt op zich niet uit, maar dan wordt het op afstand. En met afspraken die we dan moeten gaan maken vanwege al die maatregelen. Maar verder kunnen ze mij vinden op Facebook Johan Rensen nog steeds. YouTube Johan Rensen. Instagram Johan Rensen Music. Tegenwoordig ook alweer bijna een jaar TikTok. Dat is, daar ben ik mee begonnen. Daar ben ik op dit moment redelijk populair geworden. Dat had ik niet verwacht, maar het is een... de meesten die hebben nog zoiets. Het is een kinderapp, een tienerapp of wat dan ook. Alleen, dat is nu veranderd. En er zitten heel veel mensen ook boven de 30 op en alles. En als artiest zijn, heb ik gemerkt het afgelopen jaar dat je er heel veel uit kan halen, ja. Wat grappig. Ja, dat had ik niet verwacht. Dat wist ik ook niet tot ik een jaar geleden daar eigenlijk, of vorig jaar of 11 maanden geleden mee begon. Maar ja, ik ben daar redelijk populair nu geworden. En dat zorgt ervoor dat mijn muziek, zeg maar, via YouTube, Instagram en zo en Facebook, dat nog meer rondgaat, ja. Hartstikke mooi. Nou, als je meer wil weten over Johan Rensen, je kunt hem dus op heel veel plekken vinden. Onder andere op TikTok. En voor alle duidelijkheid, Rensen schrijf je met een S. Ja, één S ook. Ja. Soms een Z, soms twee S'en, maar het is de één. Ja, anders is het lastig zoeken. Gewoon Johan Rensen met één S. Ja. Johan, ik wil je bedanken voor de komst. Ja, dankjewel. Leuk dat je het was. We gaan nog één keer naar je luisteren, maar dan in het Engels. Ja. Can't Help Falling in Love. Want je zingt af en toe ook in het Engels. Ja, heel weinig. Eigenlijk jammer genoeg, want ik ken... mijn vriendinnen zeggen af en toe, je bent net zo'n lopende jukebox. Je kan alles eigenlijk meezingen. Maar heel weinig in het Engels. Maar misschien verandert het nog. Ja, we gaan het zien. Dit was echt ooit de allereerste... Ja, hoe moet je dat zeggen? Studio-ervaring was dat, ja. Ja, dat is op zich wel heel grappig dat je natuurlijk al die dingen kent. Het is wel makkelijk als je gaat optreden, want... Ja, als mensen vragen van kun je dat nummer zingen, dan, en je kent de teksten gewoon uit je hoofd, is dat ideaal natuurlijk. Ja, het heeft twee kanten. Je moet muziek ook wel kunnen zingen, zeg maar. De teksten onthouden is één ding, maar het ook nog goed kunnen zingen is twee dingen. Dus dat is, soms wel eens afvragen. Maar ja, ik heb gelukkig nu, wat ik toen niet had, dat heb ik nu wel. En dat is veelzijdigheid in de muziek. Je kan, toen kon ik nog minder rustige nummers zingen. Dan zou ik tot de twijfel, kan ik dit wel en alles. En nu denk ik van, dit is gewoon leuk. Want je hebt gewoon een heel breed repertoire nu met van alles. En je kan gewoon zo een avond vullen. Dus dat is wel, Dat is leuk. Het moet inderdaad wel bij je passen natuurlijk. Ook dat. Nou ja, wat ik zeg, ik was altijd van de feestmuziek, maar de verhalen die zijn nog mooier. Ja. Oké. Okay. Johan, nogmaals bedankt voor je komst en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Johan Rensen hier in de studio en hier is hij met zijn Engelstalige nummer Can't Help Falling in Love.